Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vandaag hebben we gelukkig niks op de agenda staan. Dus dat betekent dat mama lekker thuis is met de kindjes. En dat ik gewoon lekker thuis van alles aan doen ben. Kindjes hebben al gegeten. En ik ga zo dadelijk heel eventjes de vaatwasser uitruimen. Even een boterhammetje eten. En aan de slag. De ergste boosheid heb ik inmiddels gehad, maar hier is iemand boos. Want hij krijgt de tablet nog niet. Het is nog geen tijd om te eten. In ieder geval, het is wel tijd om te eten inmiddels, maar hij is al een uur boos. En ik ga hem niet zijn zin geven op het moment dat hij daar zo aan het afdwingen is. En dat weet hij. Maar hij is nou boos op mij. Ik heb net zijn luier verschoond. En ik ga zijn fruitje nou maken. En dan zien we wel weer verder. Maar hij is op dit moment boos. Ik mocht ook niet zijn luier verschonen, want hij vindt mij nou niet zo leuk. Maar ja, het zij zo. Het leven is nou helemaal niet altijd even leuk. Even geleden. Dat hij dit wilt. Even van genieten. Na een hele ochtend niks anders dan gemekker gehad van Jordi, is hij uiteindelijk naar bed gegaan. En hij is nou weer wakker. Eens kijken of dat hij nou met zijn goede been naar bed is gekomen. Of in ieder geval komt. Ben je nou wel vrolijk? Hallo? Hallo? Kun je nou wel lachen? Kun je nou wel lachen? Ja? Ben je toch wel wat vrolijker nou? Ben je nou vrolijker? Kun je nou wel lachen? Kun je nou wel lachen? Ben je nou vrolijker? Ben je nou wel vrolijker? Hé, het schatje patatje. Ik denk 50-50 aan hem te merken. Kom maar. Ik ga met hem naar beneden toe. Hij kan in ieder geval lachen. Dat doet hij nou. Dus ik ga met hem naar beneden toe drinken. We zullen zien wat de dag verder brengt. Oh, mensen. Oh. Nou, hij is vannacht ook al wel aan het spoken geweest hoor, maar ik had gehoopt dat hij nog een uurtje langer had geslapen. Dan was hij zeker vrolijk geweest. Maar ja, ik ga hem eruit halen. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer gefilmd. En dat had als reden dat ik een kind had. Ik noem geen namen. Jordi. Die vrij erg aan het schreeuwen was. En niks was goed, alles was slecht. En uiteindelijk hebben we hem. Joef? Nee, ik ben nou Liam de fles aan het geven. Ga weg. Move. Hup. Gisteravond is Jordi dus met veel bombarie en alles uiteindelijk in slaap gevallen. Nou, dat was me wel. Vanochtend is Jordi om 7 uur met veel bombarie opgestaan. Het was wakker en niks was goed. Alles was slecht. Ja. Je hoort hem. Hij zeurt nog steeds. Hij stopt maar niet met zeuren. Ik denk dat we hem straks ook even spoelen. Ik weet niet of het buikpijn is hoor. Maar hij heeft gisteren wel wat slechter gepoept. Dus ik denk dat we dat moeten doen. Joef, kijk eens uit.
Ja, er staan hier spullen, hè? Je hoeft eens de boel aan het uitverbouwen hier. Ik wil wat ze aan doen is. Liam die is gisteren daarentegen wel een heel eind goed in slaap gevallen. Ja? Ja. We zijn bezig met een nieuw ritme voor hem. Maar dat is nog heel even wennen. Maar vanochtend is hij lekker rustig wakker geworden. In tegenstelling tot zijn grote broer natuurlijk. En het is niet erg dat Jordy vroeg wakker is. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er meer om het feit dat hij wakker wordt met een hele hoop bombarie en gezeur en gezever. Ik zag Niels even voorbij lopen in de tuin. Die is wat aan het rommelen, weet ik het. In ieder geval, ik ben nu Liam de fles aan het geven. Niels heeft vanochtend Jordy een heel eind gedaan. Omdat ja, je hebt zoveel kracht nodig om hem in ieder geval in bedwang te houden en rustig te krijgen. Maar in ieder geval, hij is nou met zijn speelgoed aan het speulen. Hij krijgt toch geen tabby nou, want ik vind dat niet nodig. Hij is moe, prima, maar dat betekent niet dat hij zijn zin hoeft te krijgen natuurlijk. En deze kleine vent, die is lekker aan het drinken. Hè? Ja. Wat dat betreft heb ik een Liam een hele makkelijke. Ik weet natuurlijk niet hoe dat over een jaar gaat, maar voor nu, dit is een kind uit duizenden. Ja, je maakt het mama allemaal iets makkelijker, hè? Ja. In het begin had ik zoiets van, het is zwaar. En nu heb ik zoiets van, hij doet super. Liam die heeft namelijk de energie of de kracht of om mij ook rustig te krijgen. En hij is ook rustig als zijn grote broer bezig is. Dan is hij ook echt rustig. Dat is echt, daar waardeer ik hem heel erg in. Het gaat niet tegelijk op, zeg maar. In het begin wel. Maar voor Liam was het ook wennen. Voor Jordy was het wennen. Maar als Jordy nu over de psych gaat, hij blijft rustig. Hij kijkt Jordy alleen maar aan. En hij wacht totdat Jordy klaar is. En op het moment dat Jordy klaar is, laat hij weten van ik heb honger of ik wil knuffelen. Of... Dat moet ik echt zeggen. Dat is echt een kind uit duizenden. Echt. En ik hou allebei even veel van ze hoor. Oh. Dat zal nooit veranderen, maar ik kan me geen beter kind als tweede kind wensen als Liam. Ik ben zo blij dat dit geen huilbaby is. Hè? Ja. Maar ja, genoeg gezeurd, gezeven, gezeikt. We gaan de dag beginnen. Ja. Jordy ligt al lekker op bed. Liam heeft zijn fruitje gehad. Die krijgt dadelijk nog een beetje fles. Ja. En Joef is aan het klagen. Joef heeft er de laatste tijd een handje van dat als ik Jordy op bed leg, dan gaat ze mee mijn kuiten happen. En daar heb ik gewoon geen zin in, want ik heb op dat moment een slapend kind in mijn armen. Dus wat ik dan doe is, ik zet ze in een bench. Op het moment dat ik Jordy naar boven, of in ieder geval zijn fles ga geven. Want ik heb er geen behoefte aan om continu in mijn kuiten gebeten te worden. En als ik er weg duw met mijn voet, dan komt ze alsnog achter me aan. Dus nee, daar heb ik geen zin in. Dus die laat ik dadelijk weer los. Hè? Ja, hè? Je hebt hier een haartje van Joefke. Je bent zo'n blij ezeltje, hè? Oh, ja, mama. Dat is mama's broek. Mama's broek. Ja. Ja. Oh, wil je mama vasthouden? Ja. We hebben net gegeten. Jordy is net wakker. Jordy is net wakker, maar hij heeft buikpijn. Dus hij ziet er niet echt vrolijk uit.
We gaan Jordi daar even spoelen. En dan hopen dat de buikpijn wat minder wordt. Jij moet slapen. Dan heb je een knuffeltje. En nog één. Lekker slapen. Hallo, kan papa iets voor jou doen? Nee? Wil je met papa even een rondje lopen door de woonkamer? Vaak helpt dat wel, hè? Hey Jordi, wat heeft mama voor jou gemaakt? Pastijtje. Nee, geen pastijtje. Ik heb ragu gemaakt. Met rijst. Met rijst en groentjes voor Jordi. En dat vindt hij altijd heel erg lekker. En hij is een cookie monster. Is hij cookie monster? Maar het is meer bugle monster. Oh. Hij wil zijn bril af, papa. Wil je die niet af? Hij wil vaak tegenwoordig zijn bril niet meer op met eten. Maar prima. Dan gaat de bril gewoon af. Waarschijnlijk is er na 10 september een keer open. Ja. Dan krijgt Jordi waarschijnlijk een nieuwe botoxbehandeling. Ja. En dan zit hij wel beter in zijn velletje. Yay! Maar neem niet weg dat hij het lekker vindt om te eten. Dit is de ragu die ik heb gemaakt. Is mijn oma's recept. Die maak ik altijd. En Niels en ik eten er een pastijtje bij. En ja, dat is eigenlijk wat we eten. En deze kleine vent heeft het eindelijk opgegeven, dacht ik. Toch niet. Ik hoop in ieder geval dat hij het opgegeven heeft. Ja, we zullen sh doen. Nee. Oké. Okay. We zullen sh doen. Wil ik slapen? Ja, wil ik slaapje doen? Je bent zo moe, hè? Ja. Wil ik slaapje doen? Ik weet niet wat dat is. Minstens en geringst is hij op dit moment wakker. Ik denk dat dat een beetje met de leeftijd te maken is en een soort van sprongetje waar hij in zit. Maar ja, Jordi stikt bijna in zweten. Je moet wel in je elleboog hoesten. Maar goed, ik ga heel eventjes wachten totdat de pastijtjes klaar zijn in de oven. En dan ga ik voor Niels ga ik het eten opscheppen. Ik wil zeggen voor Jordi. Want die heb ik al opgeschept, dus dat hoeft niet. En daarna is Liam aan de beurt voor zijn eten. Een hele goede morgen. Wij hebben gisteren niet meer gevlogd, want ik kreeg dumping en ik ben gaan slapen. En Niels heeft lekker voor de kindjes gezorgd. Of ja, lekker. Jordi was een beetje aan het schreeuwen en aan het doen. Maar het was allemaal te handelen, of niet Niels? Mm-hmm. En nu zitten we... Oeh, we zijn een beetje wit. Oké. En nu zitten we in de bus van Niels' werk. Met de kindjes. Liam die zit daar. En Jordi zit daar. Niels zit rijden. Want Niels heeft service dienst, dus hij moet aan alle tijden de bus bij zich hebben. En ja,
Dus, en wij moeten eventjes naar een verjaardag. We gaan niet heel lang of zo, maar ja, we moeten er toch even heen. Dus zijn we even onderweg. Jordi, wat geworden? Hallo! Het is ontwaakt. Hi! Goeiedag! Ben je wakker? Moet je hierin? Jo. Jordi, wakker worden. Wij zijn weer thuis. En Joef is heel blij dat we weer thuis zijn. Hé, meisje? Ja. Liam die ligt in de box. En Jordi die ligt nu op bed. Die lag lekker te slapen. Dus die ligt nu nog even op bed. Hè? Lekker Joefie. Onze boefte Joef. Ze heeft trouwens bijna al haar tandjes gewisseld, zoals wij het kunnen zien. De hoektanden die zijn er weer aangroeien. Oh, lekker knuffelen. Joef. Lomp varken. Waar is baasje? Zoek het baasje. Zoek het baasje. Nee, baasje ligt niet onder mij. Baasje zit op de wc. Ga op de geur af. Ja. Baasje zit op de wc. Ga baasje toe. Nee, niet mee gooien. Jordi heeft lekker geslapen. Oh. Wij hebben lekker geluncht. En mama en Jordi zijn nou iets nieuws aan het spelen. Ja, maar we doen dit al bij de logopedie. Alleen is dit dan weer een ander ding als wat ze daar hebben. Maar ik had deze op Marktplaats gezien. Ik denk, nou, dan gaan we oefenen. Jordi, kijk eens. Balletje pakken. Goed zo. En doe maar duwen. Yay! Wat goed! Doe je deze ook? Wil je deze ook? Oh, goed zo! Wil je nog een keertje? Doe je ze erin duwen? Jordi? Wil je nog een keer? Duwen, duwen. Goed zo! Komt ie aan. Daar is ie! Doe je deze er ook in duwen? Ja, samen duwen. Duwen! Komt ie aan. Mag mama jouw handje? Dankjewel. En duwen! Yay! Daar is hij! Ja! Mama en Jordi die spelen nog even verder. En papa gaat even verder Formule 1 kijken. Iedereen zijn taak, hè? Jordi heeft net de fles gehad. En die gaat nu lekker naar bedje toe. Hij is vandaag wel heel vrolijk. Ik ben met hem aan het spelen geweest. En ja, vandaag had hij in ieder geval buikpijn gelukkig. En het is ook goed gegaan met bezoek bij mijn neef. En gelukkig houden ze er ook rekening mee. En ja, Liam heeft net ook een flesje gehad, want die had ook honger. Die moest allemaal huilen. Ja, want hij had zoveel honger. En hij deed dan net als papa, die moet ook altijd janken, totdat hij zijn vreten krijgt. En dan is het weer goed.
Nou, dat zie je. Het is nu weer goed. Net als papa. Hè? Je lijkt op mama, maar de rest heb je van papa. Ja. Dan gaat mama hier dadelijk weer dingetjes doen. En dan moeten we nog editen. Ja. Hé? Die grote vent, hè? En Joef is weer aan het zeuren, want die moest even de bench in. Omdat ze weer eens iets had gedaan wat niet mocht. Hé, jongen? Dat is jouw vriendin, hè? Ja, dat krijg jij later ook als jij niet lief bent. Dan ga je ook in de bench. Ja. Onthoud dat maar vast. Ja, dan ga je ook in de bench. Of dan zeg ik gewoon, Manuel, kom maar me halen hoor, want die doet niet luisteren. Nee. Hé, jongen. Maar ach, ik ga eventjes hier aan de gang met mijn huishouden. Hier wil iemand nog niet slapen. Nee. Jij bent nog wakker, hè? Eigenlijk moet je slapen. Hij wil echt niet slapen. Ja, lachenbek. Ja. Jij moet slapen. Mama heeft alles al opgeruimd hier. Het is tijd om naar bedje te gaan. Hè? Ja, je moet slaapje doen. Die, ook die dagen hebben we erbij zitten, hè? Liam ligt te slapen, eindelijk. Ja, papa was slaapverwekkend. Mm-hmm. Ik vroeg net aan mama, moet ik hem nog uit zijn bed halen om fles te geven? Begint ze te mopperen. Ja, het was bijna 3 uur geleden, dus ja. Joep. Dus meestal heeft hij dan wel honger. En mijn kinderen gaan niet met honger naar bed. En Joef, die wil aandacht. Ja, dat gaat nog wel. Die is verliefd op baasje. Maar wij gaan ook lekker slapen. We gaan deze ups en downs ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende keer.